Ja, het was zeer emotioneel. Natuurlijk bijna 3 maand, langer dan 3 maand zelfs. En hij, u heeft me net ook horen zeggen, hij is slachtoffer. Hij is niet, geen dader, maar hij is een slachtoffer. Hij is ontsnapt aan een, er is meerdere keren op hem geschoten. En niets duidt erop dat hij is op hem geschoten. Sterker nog, dat is ook niet het geval. Er is meerdere keren op hem geschoten en hij heeft dat Maarten nou en dood overleefd. De ontlading was groot, hè? De ontlading was heel groot, ja. Ik moet je voorstellen, mijn cliënt heeft een vrouw, een gezin, een dochtertje van 1 jaar, 1,5 jaar. En dat is een tweede babykomst. Zijn vrouw is net 30 weken zwanger. Dus je kunt je voorstellen dat de ontlading groot was, dat hij nu toch eindelijk naar huis mag. Maar het is een tussenstap, hè? Want de echte zaak die komt nog. Ja, dat klopt. De inhoudelijke zaak die volgt nog. Dit was een proforma-zitting. En als ik me niet vergis, staat de regiezitting op 9 juni aanstaande gepland. Dan kunnen ze onderzoekswensen kenbaar maken.